Bij mij staat wethouder, ex-wethouder Isaac de Munk. En aan hem de vraag, hoe is de afgelopen 2 jaar in Oldebroek bevallen? Wethouder de Munk. Mag ik dat nog zeggen, wethouder? Ja, op dit moment niet meer, hè? Nee, hè? Echt? Nee, we hebben nu echt afscheid genomen. Ja, ja. Hè, onze periode van 2 jaar zit er nu op. Wat is dan? Werkloos en ambteloos burger. Ambteloos burger. Ja, dat is nu de status. Ja. Dat, nou, die... dat u werk zoekt? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. U kunt ook weer terug naar de Pietersand? Nee, even misschien een misverstand daar. Ik ben daar voorzitter van de Raad van Toezicht. Dat is een functie die had ik al toen ik hier kwam. Die heb ik op dit moment nog steeds. En daar maak ik gewoon mijn periode ook vol. Maar dat is veel meer ook een bijbaan dan, dan dat het een hoofdfunctie is, zeg maar. Ja. Wat heeft u in het dagelijks leven gedaan? Ik heb, voordat ik hier wethouder werd, bij de ROVA gewerkt in Zwolle. Een bedrijf wat zich heel sterk heeft gericht op het aspect van duurzaamheid. En juist op dat gebied heb ik daar ook het nodige mogen doen en voor hun kunnen betekenen. En daar gaan ze nu op inzetten? Dat gaan ze, daar zijn ze nu heel druk mee bezig om dat ook uit te voeren. Wat duurzaamheid betreft inderdaad, u zegt het eigenlijk, toen ik hier kwam, toen was eigenlijk net besloten in het kader van de kerntakendiscussie om daar een hele streep door te zetten. Tot mijn vreugde heb ik gezien dat in het nieuwe coalitieprogramma dat thema weer nadrukkelijk op de voorgrond staat. Wat dat betreft ben ik toch niet 2 jaar lang roepend in de woestijn geweest. Hè? En mag het nu dan ook kennelijk weer gaan gebeuren. Dat is een hele goede zaak, want het is een essentieel thema in onze samenleving. Waarop heel veel moet gebeuren. En waarbij we met name ook binnen onze gemeente zelf natuurlijk, naar onze instellingen, bedrijven, naar onze burgers. Hè, maar ook binnen onze regio er echt heel veel ontwikkelingen gaande zijn waar we absoluut de boot niet mogen missen. En dat dreigde af en toe een beetje te gebeuren. En dat vergde ook wat, nou ja, wat slimmigheden af en toe om toch de aansluiting te kunnen houden. Ja. Even een heel andere vraag. U bent een poosje uit de running geweest. Hoe is het met uw gezondheid? Gelukkig mag dat goed zijn. Na de operatie en de chemokuren heeft de arts mij gezegd dat ik genezen verklaard ben. Dat is uiteraard menselijkerwijs gesproken, want ja, ik zeg wel eens, als iemand een dergelijke boodschap krijgt met die ziekte, dan is dat iets wat je eigenlijk levenslang geeft. Ja. Dat blijf je in je gedachten ook meedragen. En wat dat betreft is het ook best spannend, omdat ik nu afgelopen week mijn eerste controle heb gehad. Daarvan hoop ik volgende week uitslag te krijgen. En dat is best weer een beetje spannend. Ja. He, want dan moet je als mens toch altijd weer afwachten. En ja, dan hopen we dat het uiteraard goed mag zijn. Ja. En als het anders is, dan hopen we opnieuw daar de kracht voor te mogen krijgen om in die weg ook weer te gaan. Ja. Wat laat u achter? Ja, oké, op die manier. Nou, ik denk heel wat. Hoewel er denk ik ook heel veel onzichtbaar is gebleven. We hebben binnen het college en ook ik ben binnen mijn portefeuille heel veel gewerkt aan allerlei dossiers die er lagen, waar de heer Zandbergen ook aan verwees. Speelde onder andere binnen het bouwen en wonen, om maar eens iets te noemen. Een lastig punt als het gaat om alle regels die we hebben in dit land, van vergunningen en noem maar op. Hoe kunnen we dat verder versimpelen? Daar hebben we al belangrijke stappen in gezet. Daar kunnen nog belangrijke stappen in gezet worden, want daar zijn we nog echt niet. Daarnaast denk ik ook aan het hele sociale domein. Als ik kijk naar onderwijs, hoe ook in de relatie, in de samenwerking van gemeentebestuur met de besturen van de basisscholen bijvoorbeeld, het onderwerp opgepakt is ten aanzien van de huisvesting van de scholen en de zorg voor de leerlingen om dat zoveel mogelijk te realiseren binnen de eigen gemeente, is daar door de scholen zelf, met ondersteuning van de gemeente, een schitterend plan ingelegd om dat ook zelf te doen. Nou, dat zal een van de eerste dingen zijn die straks ook in de nieuwe raadsperiode aan de orde komt, in raadscommissies en raad. Ik denk ook aan het jeugdbeleid. Het locatiegebonden jeugdwerk is omgebogen naar veel meer op de vraag gericht en op de concrete behoeften van het ambulante jeugdwerk. Met het straathoekwerk en wat er allemaal verder bij hoort. Lastig punt, want ja, daar liggen ook relaties van mensen die vanuit, laten we zeggen, die oude visie daar heel nadrukkelijk ook met hart en ziel mee bezig waren. En om het dan anders te moeten gaan doen.
Omdat, ja, omdat het toch ook noodzakelijk is om die slag te maken, dat valt ook niet mee. Ik zie dat dat nu ook op een goede manier gaat. Ik hoop ook dat anderen die daar toen in teleurgesteld zijn, dat die op een gegeven moment ook daar nadrukkelijk weer verder in meedoen. Dat zijn ingrijpende processen. Maar ik denk ook aan alles wat in regionaal verband is gebeurd. Als het gaat om de jeugdzorg en de voorbereidingen op de WMO-ontwikkelingen. Ja, dat is een circuit wat niet gezien wordt. Want datgene wat hier in deze zaal gebeurt, in raadscommissie en in raadsvergaderingen, dat is eigenlijk maar zo'n beperkt klein deel van het geheel. Maar ik denk ook aan de volkshuisvesting, aan wonen. Je noemt alles wel even op, hè? Ja, nee, ik zit zo te filosoferen van waar zijn we mee druk geweest. Ja. Wonen. Nadrukkelijk ook voor de lokale behoeften, voor de mensen die hier de vraag hebben om te kunnen bouwen. Ik ben er trots op dat dat in een aantal situaties in verschillende kernen gelukt is. Plantkoop is van de grond gekomen. Ja, ook bij RO is dat verder gekomen. Ja. Een van de laatste daden bij de provincie is geweest om in te spreken daar in een bijeenkomst van de provinciale staten. Om hun erop te wijzen dat het spoor wat ze willen gaan met hun hele contingentering en zoveel woningjes hier en zoveel woningjes daar. Dat ze dat wat mij betreft gewoon kunnen vergeten. En dat ze moeten kijken van wat is nou de lokale behoefte. Veel van de Gelderse gemeenten, waaronder Oldebroek, zijn geen grote steden waarin we overstroomd worden door mensen van buitenaf. Gewoon bouwen voor je eigen mensen. Kies voor een nuchter beleid en ga daarvoor. Hebben ze naar u geluisterd? Ze hebben daar heel goed naar geluisterd. Of ze dat nu in de omgevingsvisie ook verder waar gaan maken. Mm-hmm. In elk geval ben ik zodanig helder geweest dat ik gezegd heb, wat mij betreft, en ik kan niet voor mijn opvolger natuurlijk spreken, moet er gewoon gebouwd worden voor de lokale behoeften. Ongeacht het punt of dat nou wel of niet past in de getalletjes die de provincie wenst te hanteren. Ik ben ervan overtuigd, als er een goede onderbouwing is van dat het lokale behoefte is, dat het ook kan en dat het ook mag. En dat we daar ons voor mogen inzetten. Ja. En die boodschap hebben ze wel goed begrepen. Verschillende fracties hebben dat ook wel opgepikt. Oké, prima. Laatste vraag. Wat geeft u uw opvolger mee? Wat voor advies? Ja, dat is een moeilijke. Ja, dat is een lastige. Hij moet natuurlijk geen kopie van mij worden. Ook geen kopie van R.S. Sandbergen of van Carlo. Moet je zelf moet zijn. Zichzelf zijn. Ja. Denk ik heel veel contacten ook met de samenleving opbouwen. Goed luisteren ook naar de mensen wat de concrete vraag en behoefte is. En niet dat dat nou per definitie leidend zou moeten zijn of is. Daar ook nuchter en zakelijk mee omgaan. Maar ook helder zijn op het moment dat iets niet kan. Ook duidelijk zijn. Want veel van de zaken, ja, ik zeg het in enige voorzichtigheid, die ik qua dossiers tegengekomen ben, daar zitten toch echt heel veel elementen in waarbij burgers op enige wijze, door wie dan ook, zij ambtelijk of bestuurlijk, in raad of college of wat dan ook, op zekere momenten gevoel hebben gekregen dat de gemeente wel iets zou doen. Of hun probleem wel zou oplossen. Het kan korter dus. Terwijl dat lang niet altijd kan. Nee. Wees daar gewoon eerlijk en direct in. Ja. Dat is ook helder. Ja. Ja. Isaac de Munk, ja. Ik wens u alle goeds toe. Ja, fijn. En dankjewel. Ik hou in ieder geval zo van u dat u dus de gezondheid bij mag houden. Ja, dat en hoop ik ook. Ik hoop dat u binnenkort weer bent. Ja, fijn. Tot zeven. Ja, dankjewel. Oké. Okay.